En dan gaan we op de steps naar een stadje. Och, och, och. Doet de hele dag. Hele dag op uitzicht. Dus ik dacht, ik neem jullie er even mee. Dan zien jullie meteen een beetje hoe we alles hebben ingedeeld. Good morning. Het is vandaag maandag. En wij zijn hier sinds woensdag. We zijn namelijk al in Kroatië. Ik weet niet in hoeverre ik dat nog heb gevlogd. Ik heb alleen besloten om afgelopen week niet te gaan vloggen. Omdat ik gewoon zo toe was aan even helemaal niets. En dat was ook heel lekker. En besloten ook daarmee door te gaan. Dus ik ga alleen vloggen op de momenten dat ik er zin in heb. En dat ik iets te melden heb. Want ik kan wel elke dag filmen dat we naar het strand gaan. Maar ja, dat heeft ook niet heel veel zin. Het is dus vandaag maandag. We zijn er inmiddels 5 dagen. En het is echt heerlijk. Het is echt zo mooi weer. Het is nu een beetje bewolkt. En dan straks, als we ready zijn, breekt de zon door. Dus dat is echt, ja, top. Caravan bevalt echt mega erg. Dus ik zal jullie nog een tour geven. Wat daar allemaal staat. En hoe we het hebben ingericht uiteindelijk. We slapen super lekker. Want het bed is gewoon echt fantastisch. Echt heerlijk. Dus ik neem jullie vanaf nu gewoon een beetje mee. Dus ik heb net even het bed opgemaakt. Dat doe ik elke ochtend. Ja, goed hè. En Justin is broodjes aan het halen. En dan gaan we zo meteen lekker rustig ontbijten. En dan bikini aan en even insmeren. En dan gaan we rustig aan naar het strand. En daar gaan we denk ik weer een dagje zitten. Ik hoop dat de zon een beetje doorbreekt. Want het is een beetje bewolkt op het moment. Ik denk dat het wel goed komt. Het wordt vandaag 28 graden. De koelste dag van onze hele vakantie. Want vanaf, goed zeggen, woensdag wordt het niet koeler dan 30 graden. Ik geloof zelfs 36 graden. Wij liggen lekker op het strand. Oh, de zon gaat echt net weg. Heerlijk onder een parasolletje, stoeltjes gehuurd. En nu is het tijd voor lunch. En soms doen we dat gewoon aan het strand en aan een pizzaatje of zo. En vandaag hebben we een stokbrood gekocht, een soepje. En van thuis hebben we knakworsten meegenomen. Dus die gaan wij lekker nuttigen. Top lunch. En alles op onze barbecue. Nou, wij hebben de hele dag op het strand gezeten. Dat was echt super chill. En nu gaan wij eten bij Femke en Lars. En zij staan hier ook op de camping. We hebben hun vorig jaar hier ontmoet op de camping. En staan nu dus precies even lang op dezelfde tijd hier. En dat is natuurlijk mega gezellig. Dus we gaan nu lekker pannenkoeken bij hun eten. Wacht even, tot dit sociale moment voorbij is. Ja, nou mag je filmen. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Ja, dat is wel goed opgeschreven. Hey, het is vandaag dinsdag en wij hebben de hele dag op het strand gezeten. Zoals ik al zei, kan jullie wel elke keer meenemen naar het strand, maar het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Lekker een beetje gehuurd, dus dat was heerlijk de beerly. En nu gaan wij douchen en dan gaan we op de steps naar een stadje en daar gaan we lekker eten. Dus dan neem ik jullie gezellig mee. Porridge, en dat is gewoon een heel leuk stadje hier in de buurt. 15 minuutjes met de step. Dus echt perfect. Hebben we nog nooit gedaan met de step die kant op. Dus dat ja, zal echt leuk zijn. En lekker een fris windje onderweg. Want het is bloedheet. Nou, ik heb gedoucht. We hebben allebei gedoucht. En dit is wat ik nu aan heb. Dat is natuurlijk super boeiend op vakantie. Het liefst zo min mogelijk. En wij gaan nu lekker op de step naar Porridge. Helemaal zin in. Voor het eerst in weet ik hoe lang dat ik mijn haar weer heb gedaan. Ik kan het niet eens herinneren. Wij zijn in Porridge en hebben zo'n lekkere pizza. Oh. Eet smakelijk, liefje. Ja, en we zitten bij een heel gezellig restaurantje met keiharde muziek, zoals je hoort. Heel gezellig. Dat is ook echt pas net sinds dit nummer, hoor. Ja. En kijk even wat een mooi uitzichtje hier ook. Oh, we gaan de zon. Dan gaan wij weer met de steps richting de caravan. Caravan, camping, camping, caravan op de camping. Het is zo chill, maar die stepjes komen overal waar we willen komen. Nou, we zitten op het strand. Het is vandaag woensdag. En dit is ons lunch. Lekker. Nou, hele dag op het strand gezeten. Zoals jullie vragen, hebben we daar ontzettend lekker geluncht. En nu zijn we alweer bezig met het avondeten. En we gaan vanavond lekker zelf koken. En op het menu staan 2 hele lekkere vleesjes. We hebben eigenlijk niet precies een idee wat het is. Maar het ziet er heel lekker uit. Ruikt ook heel lekker. Patatjes op de barbecue en gamba's. Dus ik zal jullie even laten zien hoe het er nu uitziet. Kijk, dit is de situatie nu. Lekker patatjes. We hebben lekker gekruid als aardappeltjes. 2 vleesjes doen we halfie halfie. En dan zometeen nog deze overheerlijke gambaatjes
op de barbecue. Is hij klaar? Ja. Oh, hij drupt helemaal. Door de midden moeten snijden. Lekker. We hebben lekker gegeten en gaan nu even wat moois filmen op het strand. En dat doen we met de drone. Zo moet van heel ver komen. Dus dat zal ik in de vlog gaan plakken. Ik vind dat het heel mooi wordt. Nou, dat waren echt super mooie beelden van de zonsondergang. Nu hebben wij lekker gedoucht en ik heb voor het eerst in eeuwen make-up op. En nu zijn we onderweg naar iets van een spelletjesavond of zo. Heel groot. We doen er absoluut niet aan mee, maar we gaan wel kijken. Het is met allemaal toernooitjes. En dan gaan we nog met Femke en Lars, die zijn er al. En nog een ander stijl uit Nederland. Dus dat is super gezellig. Dus onderweg. Het is vandaag donderdag en wij hebben een boot gehuurd. Superleuk. Dagje vader. En kijk, wat mooi. Dit is Pasar en hier zijn we ook een aantal keer al geweest om lekker te eten. Zaten we daar ook. Hoe gezellig! Nou, we zijn even aangemeerd. Het is echt super warm. Dus we gaan even zwemmen, maar ik weet niet of je dit kan zien. Maar de vissen zijn hier zo groot. Doodeng. Doodeng. En door naar het volgende stadje. Hier zijn we van de week ook geweest. Rovinje. Zo mooi vanaf water. Oeh. Nou, we hebben echt wel heel veel gevaren en nu hebben we hem even lekker geankerd en gaan we rondom dit eilandje zwemmen. Nu vind ik dat altijd een beetje spannend, want ik hou niet zo van visjes. Dus Femke gaat nu het water in en dan ga ik er zo achteraan. En het is een beetje bewolkt, maar het is wel bloedje heet. Dus eigenlijk perfect vaarweer. Het is inmiddels, hoe laat is het? Het is inmiddels 2:30, dus het schiet al lekker op. Kijk, en daar gaat Fem hoor. Lars. Nou. Hup, zegt er
Nou, even varen tussen het eten door. Even eten tussen het varen door je. Eet smakelijk allemaal. Eet smakelijk. Ja, ja. Spend too much time just getting ready. Let me be honest. I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing. But I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking. All of the time when you're around me. But this time, this time. Vandaag vrijdag en wij hebben gisteren mega lekker gevaren. Dat was echt fantastisch. Echt genoten. Oh, die dolfijnen, het was echt bizar. Verder probeer ik elke dag een beetje te vloggen. Dan uiteindelijk hebben we toch één leuke vlog. Want ik wil gewoon echt even extreem vakantie hebben. Nu ben ik alvast helemaal ingesmeerd. Ik wacht op Justin, die is broodje aan het halen. Dan gaan we lekker eten en dan gaan we weer naar het strand. En daar dan lekker de hele dag chillen. Nou, weer heerlijk op het strand gezeten deze ochtend. En nu ben ik pannenkoeken aan het bakken voor lunch. Hele schattige pannenkoekjes. En dan gaan we zo meteen weer lekker terug naar het strand. Dit is echt top. Alleen maar water toevoegen en dan heb je super lekkere pannenkoeken. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En wij zitten, zoals je ziet, again bij het strand. Andere dag, maar zelfde plek. En die gaan we weer de hele dag lekker vertoeven. Heerlijk. De vlog heb ik gisteren een beetje abrupt niet doorgevlogd. Want ik had echt mega veel hoofdpijn. Maar vandaag gaan we er weer voor. Petje op, zonnebrilletje op. Lekker genieten van het warme weer. Jij ook? Ja, ja. Oh, mijn hart kan nog steeds een beetje meer aan de positie. Dat heb ik echt niet meer gedaan. Ochtend de hele dag. Hele dag op uitzicht. Dat ook. Geen moment van ons plekje afgeweest. Pizzaatje besteld. Hier lekker opgegeten. Migraine is weg. Alleen nog een beetje van die naweeën. Dus helemaal back on track. Zometeen even boodschappen doen voor het avondeten. En dan... gaan we weer lekker zelf koken. Nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik heb vanochtend boodschappen gedaan met Femke. Vriendinnetje die hier dus ook op de camping zit. Die hebben we hier op de camping ontmoet. Ik weet niet of ik dat ook al heb verteld, volgens mij wel. Vorig jaar hebben we ze ontmoet en superleuk. We gaan vanavond met z'n allen barbecuen. Ook nog met Timo en Julia, die staan tegenover ons. En die hebben we dit jaar ontmoet. Mega gezellig. Nu ga ik naar het strand, want het is tering warm. Ik zweet me helemaal uit mijn naad. Dus ik heb de strandtas klaar. Justin zit al lekker op het strand. Dus ik ga die kant op. Warm. Oké, vorig jaar zijn we op het springkussen geweest. Deze. En dat gaan we nu weer doen. Holy shit. Doodeng. Vorig jaar heb ik hier mijn knie op verdraaid, hè? Heb je daar last van? Ja, echt ziek last. Het ging me de eerste dag van de vakantie. Oh, wat kut. Zo subtiel hoor, wij met het trappetje. Ja, nee, is heel hard. Wat is dat? Oh, I'm good.
maar dan een leuk verhaal, hè? Nou, dat was hartstikke leuk, jongens. Nou, we hebben mega leuk op dat ding gespeeld als 6 kleuters. En nu zitten we hier allemaal heel braaf aan ons patatje te eten. Goedemorgen, middag. Het is vandaag maandag. Dat betekent dat we morgen nog hebben en dan alweer naar huis gaan. En wij hebben de hele ochtend al lekker op het strand gezeten. As always. En nu ben ik pannenkoeken aan het bakken. Pannenkoekenmix aan het maken. En dan ga ik pannenkoeken bakken en dan gaan we lekker terug naar het strand. Vanavond lekker samen hier koken. En dan denk ik met z'n tweetjes even lekker naar een cocktailbar. En dan zit de vakantie er bijna op en ik heb gewoon voor de tweede keer een koortslip deze vakantie, terwijl ik dat nooit heb. En nu voor de tweede keer heel raar. Voor de tweede keer in 3 weken. Het zijn er nu ook 2. En dat doet, ja, doet gewoon super veel zeer. En ik weet gewoon niet hoe het komt. Maria! Ik ga pannenkoeken bakken. Jus gaat lekker knakworstjes eten. En dan kunnen we weer verder waar we gebleven waren. Series kijken op het strand. Nou, daar staan Jus en zijn knakworstjes te pruttelen. En daar mijn lekkere pannenkoekje. Kijk nou hoe perfect ze gewoon zijn. Lekker zo'n knapperig, vies, vet randje. Maar dit is wel het allerlekkerste als het randje knapperig is. We gaan weer even op onze stepjes een rondje. Ja, ja. Cocktail eens drinken. Nou, en een cocktailtje met dit mooie uitzicht. Wow. Oh, ik ben helemaal donker. Oké, na een hele dag op het strand gelegen te hebben, zoals alle 14 dagen hier, zijn we nu bezig met de caravan in orde maken. Want morgen gaan we weer naar huis. Oh, heel veel. En ik ben alles dus in de caravan netjes aan het maken, want alles moet natuurlijk weer op de vaste plek. Dus ik dacht, ik neem jullie er even mee, dan zien jullie meteen een beetje hoe we alles hebben ingedeeld. Het is nu wel echt een super erge bende en het is het eigenlijk niet geweest, de hele vakantie niet. Maar dan weten jullie een beetje hoe en wat qua indeling. Ik zou er eigenlijk een extra video over maken, maar het lijkt me beter om het gewoon lekker in deze vlog te verwerken. Want ja, why not? Dit is dus nu de status. Nou, dat was het absoluut niet. Het was eigenlijk altijd heel netjes. Maar ik kan jullie nu wel goed even laten zien hoe en wat. Nou. In principe maakte ik elke dag het bed op, maar ik heb er net dus allemaal kleren opgelegd. Want hier hebben we een kledingkast. En daar zitten Justin zijn broeken in. Dan heb ik hier mijn ondergoedmandje en daar mijn sokkenmandje. In deze kasten, die zijn nu bijna leeg. Daar zaten alle handdoeken. Douchehanddoeken. Daar zijn Justin onderbroeken en Justin sokken. En hier zijn t-shirts, truien, et cetera. Dan hebben we dit kastje. Die moet ik nog opruimen. Maar daar hebben we alle de douchetas. Die is echt goor trouwens. Maar ook de devices zoals de drone, de GoPro, et cetera. Dus dat hadden we mooi voor te grijpen zo voor onszelf. Dan Hiro. Onze ventilator. Onze redder in nood. En onze koelkast die nu aardig leeg is. Want we gaan morgen. Maar zo chill dat die er is. Voornamelijk lag hij vol met water en ijsthee en drinken sowieso. Dus dat. Oh.
Dan draai ik me om. Is hier een rommelkrachtje, noem ik het maar even. En die lag onder het bed. Ideaal. En dit is mijn kleding. Hier komt nog een mandje naast te staan. En dit zijn de mandjes met toiletspullen. Mijn make-up. Dit is met de box en toiletpapier. En hier zaten alle lichtjes in die buiten hangen. En de kaarsen en de vliegenspullen. Dan hier. Rampampam. De wc. Heb ik heel vaak opgezeten s'nachts. Ideaal kan ik het thuis zo omkeren en de was in. En hoef ik voor de rest niets uit te zoeken. Daar ben ik met mijn vreselijk bezweet kop, want het is echt bloedheet. Kijk, en ik ben best wel bruin geworden. Je ziet het randje. Maar nee, het is echt, het is zo warm. En ik heb nu die ventilator uit voor het filmen. Eigenlijk niet te doen. Dan, hier heb ik de borden, bakjes. Hier was onze snoepkast. Die is nu aardig uitgedund, maar die stond vol met snoepjes. Hier, ik heb het al in het mandje gedaan. Alle bekers en glazen. Die stonden hier gewoon rechtop. Maar omdat we morgen gaan rijden, heb ik het even in een mandje gedaan. Want anders dan gaat het alle kanten op en gaat het stuk. Mijn trots. De bestekla. We hebben alles er gewoon zo in gegooid. Want ja, boeien. Andere la. En hier zitten alle keukenspullen in, scherpe mesjes. Dit is een beetje een rommelkastje. En daar liggen de spiegels, de snorkel. En dan de laatste twee. De snackbox. Daar ook staan de voorraad drinken. En hier ook alle afwasspullen en dat soort dingen. Maar ook dat is wel aardig uitgedund. Want alles is een beetje op. Dus dat is eigenlijk het rondje. Dus nu weten jullie een beetje hoe en wat. Wij gaan nu alles een beetje aan kant maken. Dan even douchen en gaan we nog naar een stadje lekker uit eten. En daarna gaan we echt voor het echtje inpakken. Dus nu een beetje vol werk. Onze laatste avondmaal hier. Och, ons favoriete onder een theelamp. Heel gezellig. Eet smakelijk. Geniet van, hè? Dat deed ook bij mij van de week. Oh, lekker. Het ziet er minder lekker uit dan het is. Maar het is heel lekker. Nou, daar gaan we dan. Op naar huis. We hebben er allemaal echt geen zin in. Maar we zijn weer bepakt en bezakt. Echt super snel. Ging alles inpakken. Dus heel nice. Dat is wel echt een voordeel met de caravan. Nu gaan we alles even inleveren. En dan op naar de overnachting. Nou, en dit wordt dan natuurlijk wel bij afsluiting van de vakantie. Morgen, wij hebben geslapen bij de overnachting vannacht. En het was heel heftig. Want het heeft echt kei en kei en keihard geonweerd. Dus ik heb hier niks gefilmd. We waren alleen maar bezig met alles fixen. Maar ik heb wel wat filmpjes gemaakt met mijn telefoon, dus dat zal ik nu even laten zien. En nu gaan we op naar huis, eindelijk. Oh, we hebben echt heel veel zin in om nu gewoon te knallen en lekker naar huis te gaan.